Bram staart naar de enorme ijzeren bal die langzaam door zijn oude huis slingert en het als een kaartenhuis ineen laat storten. Overal spiekend stalen kabels en buizen boven het puin uit. Het is geen gezicht. Binnen een uurtje is er niets meer van over. Dan bestaat deze hele straat alleen nog maar in Brams hoofd. Kostbare herinnering, zoals de opa van Bram altijd zei. Brams vader slaat een arm om zijn schouder. Ik had nog meer handtekeningen moeten verzamelen, zegt hij. Daar is zijn moeder het niet mee eens. Dit had je niet kunnen voorkomen. Die huizen staan al langer in de weg. Als ze nu niet werden gesloopt, zou het over een paar jaar wel gebeuren. Brams jongere zusje Lotte houdt zijn hand stevig vast. Af en toe knijpt ze erin. Ze vindt het vast eng. Ook al hebben hun ouders haar al heel vaak uitgelegd wat er gaat gebeuren, ze blijft maar vragen waar ze haar Barbiehuis moet neerzetten en waar haar knuffel ontsnuf nu zijn water moet drinken. Zelf is Bram ook niet zo enthousiast over de verhuizing. Hij moet zijn vrienden van school gaan missen.